2 Mega Legendary Kings Chester Lightning Alles hoe je het ook wilt noemen We beginnen met die in de quest In 3, in 2, in 1 Let's go Jongens, mensen, welkom bij een nieuwe video Hier op de knop Flores, laat alvast een like achter En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je zeker op mijn kanaal? Voor meer video's, En vandaag hebben we de grootste chest opening sinds Tijden, echt een Hele zieke chest opening Dus ik heb heel veel zin om deze chesten allemaal te gaan openen in deze video. Jullie vinden de chestopening ook heel erg leuk. En heb jij een hele zieke chestopening? Ik ga vanaf nu wel echt hele vette doen. Want ik krijg er zoveel op gestuurd. Maar heb jij echt een hele vette? Stuur me een mailtje naar Flores420. Apestaartjegemol.com. En dan regel ik een beetje met jou hoe ik dat ga doen. En je maakt niet uit of je Apple of Android hebt. Want ik ga via de Supercell ID kan ik gaan connecten. Dus dat is helemaal top. Ik kan helaas niet potjes spelen. Ik mag alleen chest openmaken. Maar oh, 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 jongens. Wat hebben wij een zieke chest open hier vandaag? Ik zit op, niet op mijn account. Dat zeg ik altijd. Ik zit niet op mijn account. Ik zit op een account van Dries. En uh, Dries is een zeker een goede speler. Zit trouwens ook in. Uh, in onze uh, uh, Minecraft. Uh, in mijn Minecraft land zeg maar, van Planetcraft. Zit hij in Ethiopië Dries. En uh, dit is zijn profiel. We even kijken. Hij speelt met een Giant um, sword. Nou, niet helemaal. Een Giant Bait deck. Hij heeft alleen de, uh, de Goblin Barrel. Het zou wel nice zijn als je er misschien een goblin gang in kan, uh, in kan gooien. Maar hij zei dat hij al heel lang met de deck, uh, met de deck speelt. En zijn hoogste is 5400. 81. En we gaan al zijn chests openmaken. Maar voordat we gaan beginnen gaan we het, natuurlijk altijd even kijken naar zijn levels. Hij heeft ook op mij ook uh, even geappt wat hij wel en niet wou. Hij stond al bij een level. Wat hij wel en niet wou, dus daar moeten we ook een beetje, dat een beetje in de gaten houden. Um, hij heeft laatst, naast zijn main deck heeft hij heel veel kaarten niet hoog. Dus um, dat is een beetje de reden denk ik dat hij met die kaarten speelt. Of in ieder geval niet geuppt. Maar dus hij heeft. Uh, ja, we kunnen heel wat zieke kaarten erbij krijgen. Laten we het daarop houden. We hebben twee van die uh, Kings chests. Die kan je voor mij ook kopen in de shop. Dat gaan we ook doen. Nee, grapje niet. Schik uh, Dries. Nee, dat is niet die je kan kopen. Dat is de uh, Lightning chesten. Oh, dat zijn de leukere chests. Dat zijn de leukere chests. Ik hou even mijn WhatsApp open. Zodat ik kan kijken wat hij precies wou. Want we moeten natuurlijk gaan Lightning. Hè? Bam, ik heb het openstaan. We gaan beginnen met de. We hebben ook nog twee Giant chests. Als ik hier naar rechts Krol, hebben we ook nog een clan war chest. Dit is echt niet normaal hoor. Weet je, weet je wat, we beginnen met de free chest. We beginnen met de free chest, ik zag het hier net staan. Uh, gold, Rocket en Bomber. Die die dus al max level heeft, maar nog niet naar max geüpgrade. Ik weet niet waarom hij dat niet gedaan heeft, want hij heeft wel genoeg gold. Maar ja, weet je, dat gaan wij natuurlijk niet doen. Um, even kijken, doen we nu de crown chest. We gaan altijd van slecht naar goed. Crown chest, uh, gems, Goblin Hut, Minions, Knight en Barbarian Hut. Laten we nu... ...de giant chest te gooien. Dat zijn gold, vries. Oké, okay, nice. Een epic gekregen. Royal hawks, Zeb. Nice. En collector. Doen we gelijk de volgende giant chest. Die zit hier zo in de lottery rewards. En dat is gold. Dat is hut. Dat is weer een epic. Een barbarian barrel. Goblin Gang, dat is nice. Ja, ik zou die er misschien echt wel in doen. En Heal dus. Dat is wat minder. Want ik zag in zijn dingetje: komen vooral geen e barbs Wel Zep. Die hebben we al gekregen. Archer. En voor de rest maakt het niet heel veel uit. Zep en Archer dus. Rare, musketier, reus, vuurbal, hok, tovenaar, valk. Dat zijn er genoeg. Gewoon uh, die chill zijn. En vooral geen heal. En vooral geen drie musketiers. En qua epics wil hij graag baby draak, Barbarian Barrel en Pekka. En voor de rest weet hij niet erg. Uh, niet helemaal. En Legendaries, de Log, de e en de Ice Wizard. En de Bokrider, zegt hij. De Ramrider. Omdat hij die nog niet heeft. En kunnen we even kijken. Is dat gelijk zijn laatste kaart? Ja, dat is de laatste kaart die er nog moet. Dus gaan we daar sowieso voor strijden. Um, wat we nu gaan doen is de epic chest. We gaan nu de epic chest doen. We eindigen er met de twee bangers, gewoon de mega lightning chesten. Heel erg ziek zijn die. Electro draak, bowler, oké, okay, nice en 12 golems. Die zei hij niet, maar het is wel gewoon een goede epic. Oké. Okay, gaan we nu naar rechts swipen, dan krijgen we de season uh, Clan War season results chest. Die is ook natuurlijk heel erg nice. Ga ik even kijken wat we hierin krijgen. Ik krijg hier sowieso een legendary in. Dus laten we hopen op een log, Ewis, Ice Wizard of Ram Rider. Okay, Goblin Cage boeit me niet. Earth Cage boeit me niet. Snowball is een goede kaart. Nice. Uh, Ice Golem is een goede kaart. Nice. Um, Rascal is heel chill. Die is echt ook lekker naar level 11. Nice. Uh, oh, wacht. Hij krijgt geen Legendary Chest. Omdat hij waarschijnlijk niet. Uh, eerst is geworden in Legendary League. Um, Rocket, dat is chill. En uh, walbrekers is wat minder. Um, dan zit hij als het goed is. Oeh, nee, ze hebben gewoon nog niet, uh, ze hebben niet de eerste plek bereikt. En zitten sowieso in Gold League. Oké, okay, nou, dan gaan we even kijken. War Bounty. De war ging niet zo goed. Dries, deze keer. Gold en. Oeh, nee, weer Gold, helaas. En nou, ja, weet je, Gold is eigenlijk ook wel chill. Sowieso stekken we best wel met Gold. We zitten nu op 142.000 alweer. Maar we hebben nu drie chests te gaan: Eén Legendary Chest. We hopen dus Log, Eeuwis, Ice of uh, we gaan het zien jongens, we gaan spinnen, spinnen, spinnen. En het is de... Royal Ghost, dat is jammer, dat is jammer. Wel gaat hij richting level 11, maar dat is niet de legendary die we gehoopt hadden. En nu jongens, twee mega legendary kings, chest, lightning, alles hoe je het ook wilt noemen. We beginnen met die in de quest, in drie... In twee, in één, let's go. Bam, mega lightning chest. Zo heet hij dus. En ik heb er heel veel zin in. We moeten dit tactisch gaan doen. Ik heb dus erbij staan. Hoe, uh, welke drie's wil. Dus we moeten echt wat tactisch gaan doen. Oké, okay, zep, die wou die. Top, ik denk dat hij heel blij mee is. 648 zep, daar gaan we niet meer aankomen. Heel, nou, die gaan we wel aankomen, die wou die niet. Uh, Battle Ram, die heeft hij niet gezegd. Uh, misschien gaan we er aankomen. Even kijken nog. Hog Rider, heeft hij wel gezegd. Ja, die wou die. Dus is dus chill. Daar hoeven we niet aan te komen. Poison is zeg maar drie. Daar gaan we ook niet aankomen. 25 Skarmid. Die gaan we wel doen. Of wil die die? Nee, die wou die niet. En een Legendary. We gaan het zien, jongens. We moeten tactisch gaan. S um, lightning voor Dries. En een Magic Archer. Oké. Okay. Wat we sowieso gaan doen... Um, is de Skarmid. Daar kan ik echt niet mee leven. Baby draak Die wou die. Oh, we hebben echt geluk. Daar gaan we niet mee aankomen. Doen we nu de Legendary. Sparky. Daar kan ik zeker niet mee leven. Bam. Oké, okay, Miner. Hm heeft hij niet genoemd. We kunnen ook nog eerst, voordat we er nog een keer legendary doen, één keer de heel even pakken. Legacy collector is ook niet zo best. Uh, weet je wat? Doe nog één keer de legendary. Log, let's go. Blijven vanaf. We hebben echt de, echt de hele goede kaarten. Log, Woudi, Hawkwire Woudi, Woudi, Babydak Woudi. Dan gaan we nu de collector die vind ik beter dan het batterum. Vuurbal Woudi. Uh, ja, die die ook. Nou, als we nu Oh, dat is echt niet normaal, hè? Flymachine, Oké, okay, die woude niet. Nou, ik ga toch gewoon deze, want anders wil ik niet. Ah, jammer. Earthcrack, die is wat minder. Voor de rest hebben we Logwouden, Hogwouden, Babiedrukwouden, Vuurbelwouden, Sepwouden. Dit is echt een mega goede uh, mega lighting chest. Echt veel beter had ik het niet kunnen doen voor Dries. En we gaan nu eventjes dit collecten. Let's go. Kom maar binnen. Collecten we nog eventjes dit. Let's go. En collecten we nog even een gold chestje. Gewoon omdat het erbij kan: Gold Bats. Royal recruits, oké. Okay. Um, Goblin Cage en een clone. Oké, okay, ja, clone. Weet ik echt niet. Collecten we nog even Ice Golem. Ice Golem. Gaan we voordat we deze doen, gaan we heel even kijken hoe zijn levels er nu voor staan. Bij level. Hij kan de bomber dus naar max. Vuurt nog lang niet naar max. Maar ja, die wilde natuurlijk wel graag naar max. Daarom wilde hij ook de Infernatoren, de Giant, de Musketeer en de Barbs. Want dat zijn gewoon kaarten die hij gebruikt. Um, de Log die kan. Ja, nu komen we naar 11. Dan hebben we de Archers, die kunnen al met 12. De Zep kan echt bijna naar 12. Ice Wizard wil hij dus ook, want die kan hij daar naar 11 doen als hij nog eentje krijgt. En voor de rest, de Electro is hetzelfde verhaal, die kan hij ook naar 11 als hij nog eentje krijgt. In Funderer kan hij al naar 11, en qua Epics hebben we dus wat baby draken erbij gekregen, wat chills. Hij wil dus ook nog eens de Barbarian barrel hij wil de Pekka. En voor de rest eh, moeten we gewoon een beetje kijken wat ik vind dat goed is. Qua Rares hebben we niet heel veel progressie nog gemaakt, wel kan de Goblin Hut naar 11, maar die voor mij kon hij al naar 11. En qua Commons dus kunnen er heel veel naar 11, maar Dries is gewoon lui. En upgrades gewoon niet. En voor de rest hier nog wat andere kaartjes. Gaan we nu dus door naar de laatste Lightning Chest. We moeten dit heel goed doen. De vorige was echt enorm goed. Dus laten we het nu weer heel goed aanpakken. 7,500 gold. Kan maar lekker binnenkomen. Barbs. Heeft hij niet genoemd? Oh, heeft hij die wel? Nee, ze hebben artjes. Maar Barbs die hou ik. Want er zijn toch weinig. Oeh, rood. die gaan we tikken, jongens? Die gaan we zo, zo tikken. Oh nee. Bomtool gaan we ook tikken. Want dit is ook niet best. Oh, dit is wel even stress. De guards gaan we vanaf blijven. Fries, misschien als we eraan toekomen. Dark Prince, ook niet goed. Oh, Dries, dit wordt een pittige. Dit wordt een pittige. Wel een goede legendary. Ook geen goede legendary. Ja, ik weet niet wat Dries nu het liefst wil dat ik tik. gaan is de rare tikken. Bam. Battleram, wilde misschien niet. Maar dat is wel een goede rare. Dus dan blijven we voor nu eventjes vanaf. Rologite. Oeh, Skellies is ook niet best. Uh, nog een keer Skellies weg. Oké, okay, Goblins is nog enigszins oké. Okay, dus blijft nog heel even vanaf. Sparkje even weg. Lavound is ook enigszins... Uh... Vier strijks available. Wat is handig? Um... 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 Uh... Dark Prince is op dit moment wel goed. Dus ik twijfel of ik daar aan wil zitten. Doe even nog één keer de... Oké, okay, Miner ga ik echt vanaf blijven, denk ik. Ik denk echt... Oké, okay, nog één keer dan. Graveyard. Oh. Ik twijfel, die Battle Ram wil ik zo... Ik ga de common pakken. Ja, Reskoll, stop. Beter dan Goblins. Raak ik zeker niet meer aan. Hebben we nog één strike? Hebben we nog één strike? Oké, okay, we moeten nu even tactisch gaan denken. Barbaren blijven vanaf. Rascals blijven vanaf. Batterham blijf ik vanaf. Ik weet dat die andere rares liever wil. Um, maar Batterham is gewoon echt goed. En als ik nu opeens een heal krijg, dan bouw ik. Batterham hou ik. Guards zijn maar vijf epics, hou ik. 9 ik, hou ik. Dan twijfel ik tussen de Dark Prince en de Graveyard. Kijk, de Graveyard heeft hij echt liever niet. Hij heeft 4 Legendaries die hij liever wil. Graveyard, sowieso mine, is ook beter. ik denk dat ik de Graveyard. Ik ga de Graveyard tikken. Kom op. Ramp, ja! Let's go! Dries, let's go! Oh ja, ik kon dit echt niet beter doen. Ik heb echt mijn best gedaan. Een goede keuze dat we de Legendary gingen pakken. Dan hebben we gewoon de nieuwe Legendary weten te krijgen. Let's go! Hij heeft gewoon alle kaarten. Zo, dat was spanning. En die battle ram hebben we echt ziek veel gekregen in deze video. En volgens mij gewoon 300 battle rams. Battle ram, echt een goede kaart. Ja, ik ben echt heel erg tevreden over mijn twice. Ik denk dat ik het niet beter had kunnen doen, jongens. Ik hoop dat je leuk de video. Bedankt Dries dus voor deze chest opening. De chest opening hou ik altijd een beetje kort. Vandaar dat ik nu niet terug switch naar mijn eigen account. Jongens, ik hoop dat je leuk de video. Ik zie je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot dan,